De terinzagelegging van de kiezerslijsten in Kwamalasamutu is van start gegaan op 14 februari. Op deze dag zijn er ook voorlichtingssessies van start gegaan om de burgers te informeren over hoe en waar te stemmen. De commissie voorlichting verkiezingen heeft als speciale taak meegehad om ervoor te zorgen één, dat er zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun stemrecht. En op de tweede plaats dat zo weinig mogelijk verkeerde stemmen worden uitgebracht. En wij hebben gekeken naar de statistieken en daaruit blijkt dus dat de meeste stemmen die verkeerd worden uitgebracht vanuit het binnenland komen. Daarom hebben wij dus ook de voorlichting aangepast daarop. Wat erop neerkomt dus dat wij speciaal voor het binnenland, we weten bijvoorbeeld dat Sipaliwini heel erg uitgestrekt is. En niet zo makkelijk te bereiken is voor wat betreft de communicatie en voorlichting. In de stad is het makkelijk om met radio en televisie, massamedia de mensen te bereiken. Maar vanwege het feit dus dat het binnenland heel erg uitgestrekt is, moesten we een beetje aanpassen. Voor het binnenland geldt dus dat wij meer peer-to-peer wensen te werken. We hebben dus een aantal mensen bijeengebracht die hun gebieden vertegenwoordigen. Ze zijn getraind in Paramaribo. En ze worden dus nu ingezet om hun eigen mensen te trainen in hun eigen taal. Om deel te nemen aan de verkiezingen is belangrijk dat je gegevens moet kloppen. Dus de mensen zijn op dit moment ook bezig hier in Kwamala om hun gegevens te checken. Belangrijk is ook dat er een crew toe is gehouden om de mensen zoveel mogelijk informatie te geven. Van dat ze hun stukken moeten checken. Check als je ID-kaart nog geldig is, als je geen ID hebt. Maak gebruik van de gelegenheid om een nieuwe ID aan te maken, check of je adres klopt. Dus al de zaken hebben we de mensen bijgebracht in hun eigen taal, zodat ze het begrijpen. Ze konden ook zoveel mogelijk vragen stellen als er onduidelijkheden zijn. En daar hebben ze ook goed gebruik van gemaakt. Wij hebben ook nog een beroep gedaan op de Kramang om het volk rechtstreeks toe te spreken, om ze op te roepen. We weten dat de Kramang gezagdrager is en iedereen luistert naar de Kramang. Als de Kramang gesproken heeft, heeft iedereen dat gehoord. Dus wij hebben dus daar goed gebruik van gemaakt om de Kramang te vragen om een speciale boodschap uit te spreken in de taal die de mensen het best begrijpen. En dat is ook gebeurd. Deze missie hebben wij in 3 dagen uitgevoerd en het is de bedoeling dat na deze sessie de mensen teruggaan naar hun dorpen. Er zijn mensen van verschillende dorpen hier in het gebied. En zij gaan dus terug naar hun dorpen en ze zorgen ervoor dat die informatie wordt gedeeld met de rest van hun eigen dorp. De volgende stap is fase 2 van het project. Dus nadat de mensen worden opgeroepen om hun gegevens te checken, gaan we fase 2 in, waarbij de mensen wordt geleerd hoe ze moeten stemmen. En dat gedeelte is dus specifiek om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk verkeerde stemmen worden uitgebracht.